Theoloog van de Universiteit van Tilburg. Ja, vers van de pers hebben we hier op tafel liggen. De nieuwe richtlijnen van het Vaticaan om kindermisbruik tegen te gaan. Er waren natuurlijk ook al wel de richtlijnen vanuit Rome gekomen. Wat voegt deze brief daaraan toe? Nou, deze brief gaat eigenlijk door op het beleid wat Johannes Paulus II in 2001 al heeft ingezet. Nee, dus in een motu proprio geschreven heeft dat seksueel misbruik tot de ergste soorten misdaden behoren. Het beleid is toen gecontinueerd door Benedictus XVI, die dat document aangepast heeft. En in dit document, wat we nu inderdaad net vers van de pers voor ons hebben liggen, daarin staat eigenlijk dat in mei 2012 elke kerkprovincie, elk filiaal van de katholieke kerk, die moet een plan van aanpak maken, een protocol. De procedure moet versneld worden. In het document zegt de kerk dat ze zich ook verantwoordelijk voelt voor seksueel misbruik gepleegd door niet-priesters. Dus vroeger was nog wel eens te zeggen van ja, dat is een pastoraal werker, dat is geen priester, daar hebben we geen boodschap aan, maar ze neemt nu haar verantwoordelijkheid. De verjaring voor seksuele misdrijven is naar 20 jaar gegaan. Dat was al langer beleid, maar is nu herhaald. Dus 18 jaar het slachtoffer, dan nog eens 20 jaar erbij. Mm-hmm. Er wordt bevestigd dat het gaat om een delicta graviora, een van de allerzwaarste misdaden die ook alleen door de congregatie van de geloofsleer mogen worden behandeld. En misschien nog wel het interessantste, dat wordt gehamerd op een samenwerking met de burgerlijke autoriteiten, waarin de kerk soms wel de neiging heeft om de scheiding kerkstaat heel erg naar zichzelf toe uit te leggen van de overheid mag zich niet met ons bemoeien. En dat is ook een terechte opinie. Maar daardoor krijg je een soort societas perfecta denken. En dat betekent dat de kerk, de societas perfecta, dat betekent dat de kerk zichzelf als autonome entiteit beschouwt. Dus helemaal losstaand van burgerlijke overheden of burgerlijke verantwoordelijkheden. Je hebt de kerk en je hebt de staat en die hebben zo min mogelijk met elkaar te maken. En in dit document weer zie je dat daar ook echt mee opgehouden wordt. Want er staat ook duidelijk in, er moet samenwerking gezocht worden met burgerlijke autoriteiten, met politie en met justitie. Ja. Gebeurde dat tot nu toe dan niet? Of minder? Nou, minder. Je zit sowieso altijd nog met het probleem van het biechtgeheim. Dat wordt hier in dit document ook uit de doeken gedaan. Het Forum Internum, daar mag je niet naar buiten toe uit school klappen. Maar er was toch wel een trend zichtbaar door ook dat societas perfecta denken van als er een misdaad plaatsvindt binnen de katholieke kerk om het zoveel mogelijk in eigen kamers te houden en dat niet naar buiten toe te communiceren en er zeker niet een civiele rechter of wat dan ook bij te halen. Maar wat heeft dat met het biechtgeheim te maken? Een biecht is toch tussen de pastoor en de zondaar, zeg maar, die zijn verhaal vertelt? Ja, en het Vaticaan blijft dus herhalen, dat vind ik terecht. De katholieke kerk kent een beroepsgeheim, zoals advocaat en arts dat ook kennen. En die mag je ook in de rechtszaal vol blijven houden. En zij zegt dus, wij willen benadrukken dat alles wat in de biecht gezegd wordt, ook daar moet blijven. En ik denk dat dat ook belangrijk is om dat te blijven vermelden. Even nog over die burgerlijke overheid en justitie die erbij betrokken wordt. Nu staat er dat de kerk altijd aangifte moet doen als priesters een misdrijf pleven. Was dat tot nu toe dan niet het geval? Nou, eigenlijk moest dat natuurlijk wel, maar hier wordt het gewoon nog eens een keertje in benadrukt. Kijk, in principe, wat hierin staat, is niet zo vreselijk veel nieuw in de zin van kakelverse nieuwe ideeën of zo. Maar het is een blijvende herhaling van het Vaticaan, waarmee ze duidelijk willen maken dat ze dat seksueel misbruik heel serieus proberen te nemen, dat ze de procedures voor proberen te ontwikkelen. En het gesprek maar aan de gang te blijven houden. Ook om te voorkomen dat er allerlei critici opstaan die zeggen, ja, we horen helemaal niks meer, het Rome blijft zo stil. Nou, Steven, jij komt natuurlijk uit een land waar dit ook volop speelt. Denk je dat zo'n brief in België, dat de mensen daar nog wat mee kunnen? Ik denk dat bijzonder weinig indruk zal maken. Ja, daar ben ik ook bang voor. Het scepticisme, om niet te zeggen, ja, het is scepticisme die eigenlijk op het randje van de haat stilaan balanceert tegenover het instituut kerk is zo groot geworden dat ik denk dat het algemene gevoel nu toch wel zal zijn too little en vooral too late. Ja. Klopt dat ook, Frank? Of zie jij ook werkelijk in deze brief wel een poging van Rome om toch echt ook op een serieuze manier met het onderwerp om te gaan? Het is de vraag wat je van zo'n document precies kan verwachten. Hè? Wanneer is het genoeg? Als je het aan slachtoffers vraagt, is het natuurlijk uiteraard nooit genoeg, want die misdaden zijn zo erg. Er verandert een brief ook niks aan. Voor critici is het ook niet genoeg. Maar aan de andere kant, als je dit als een soort interne circulaire brief kan zien van het hoofdkantoor naar alle lokale afdelingen, van er moet een protocol opgesteld worden. Ja, wat kan je meer vragen van een ambtelijke rondzendbrief die procedures moet regelen? Het is geen pastorale brief, dus er wordt niet gesproken over gevoel of over spiritualiteit of over vergeving. Nee, daar gaat het helemaal niet over. Nee, want zo'n brief is het ook niet. Wat zal het veranderen in de praktijk zoals die in Nederland plaatsvindt?
dit moment? Nou, ik denk dat het in de Nederlandse praktijk niet zo heel erg veel zal wijzigen, omdat wij met de commissie Deetman en alle ellende die wij hier in Nederland gehad hebben al heel veel van dit soort nieuwe richtlijnen eigenlijk al lang verwezenlijkt hebben. En monsieur De Korte, die ook referent voor dit onderwerp, heeft ook al gereageerd en zei dat eigenlijk 90% van alle procedures al gevolgd worden in Nederland. Worden die kansen nu niet groter met deze nieuwe richtlijnen vanuit het Vaticaan zelf? Zijn de Nederlandse kansen niet vergroot nu voor de slachtoffers? Nee, want ik denk dat in Nederland datgene al gerealiseerd is wat in heel veel andere landen eigenlijk nog van de grond moet komen. En we moeten niet vergeten dat deze brief eigenlijk, dat staat er natuurlijk niet in, maar dat is wel aardig om te vermelden. Deze brief is ook eigenlijk geschreven omdat vooral in Amerika een aantal rechtszaken lopen waarin er gekeken wordt of de katholieke kerk, het Vaticaan, niet als werkgever van de misbruikende priesters aangemerkt zou kunnen worden. En als dat het geval is, dan zou dus het Vaticaan als geheel ook financieel aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het seksueel misbruik van hun werknemers, zal ik maar even zeggen. En ook om die claims een beetje te voorkomen, is dit vrij ambtelijke bericht opgesteld. Maar dat zeggen ze natuurlijk niet. Nee, dat lijkt me ook niet. Even nog een aantal punten eruit lichten. De brief staat, laat bijvoorbeeld wel ruimte aan priesters die zich vergrepen hebben aan minderjarigen om weer terug te keren in hun ambt. Ja. En ook weer te werken met kinderen. Dan zou je toch denken, moet je daar nou niet eens een keer een streep doorhalen? Nou, er staat dat er eigenlijk twee soorten straffen mogelijk zijn. Hè? De ene straf is dat je nooit meer met kinderen mag werken, maar wel terug mag keren in de pastorale praktijk. En de andere straf is het uitzetten uit het ambt. En dan mag je dus überhaupt niks meer pastoraals doen. En het is natuurlijk een verschrikkelijk moeilijk onderwerp. Maar dat gaat over boete en vergeving. Hè. Wij hebben ook in ons burgerlijke maatschappij, iemand heeft een vreselijke misdaad gedaan. Na 20 jaar of 30 jaar of 40 jaar zeggen we uitgeboet, streep eronder. En zo iemand moet ook weer reïntegreren in de maatschappij. Dat hebben wij als collectief, als samenleving op ons genomen. Die mensen moeten we terug in de samenleving zien te brengen. Nou, zo kan je als katholieke kerk wel iemand verschrikkelijk veel straf geven. Maar je blijft wel verantwoordelijk voor iemand en je moet ook iemand blijven begeleiden. Maar moet je iemand dan niet volstrekt uitsluiten van elk contact met kinderen, voor zover dat mogelijk is? Ja, ik denk het wel. En dat gebeurt ook wel in deze brief? Deze brief is daar heel duidelijk in. Ja. Ja. Wat mij ook opviel, is dat er ook wordt gesproken over het gebedsleven van de priesters. Ja. En dat er gesproken moet worden over het gebroedelijk samenwonen van de priesters. Ja. Terwijl ik zou denken, misschien moet je er eens een alinea wijden aan de seksuele moraal van de priesters. En dat je dat in de opleiding ook eens ter sprake moet brengen. Nou ja, in deze brief staat ook vermeld dat er in de priesteropleiding, ook in de nascholing van priesters, uitgebreid aandacht moet worden besteed aan zaken rond seksualiteit. En ook actief gezocht moet worden naar signalen die erop zouden kunnen duiden dat iemand pedoseksuele gevoelens heeft. Maar zoals we allemaal weten, dat is geen nieuws, heeft de katholieke kerk natuurlijk een nogal moeizame verhouding met het verschijnsel seksualiteit. Zeg je dat mooi? Ja, dat heb ik op de opleiding geleerd. Dankjewel. En dat is hier natuurlijk, speelt dat ook heel erg. Alles wat met seks te maken heeft, ligt moeilijk in de katholieke kerk. Dus ja, dit ook. Ja, maar voor de duidelijkheid, er wordt met geen woord gerept over het celibaat. Er wordt geloof ik één keer het woord celibaat genoemd. Maar wat ik veel positiever vind, sommige Vaticaanse officials hadden nog wel eens een neiging, als het over pedoseksualiteit hadden, om even tussen neus en lippen door homoseksualiteit te noemen, alsof dat allebei even erg zou zijn. Dit document zegt godzijdank niets daarover. Nee, dus dat wordt nog... dat wordt dus misschien dat ze toch langzamerhand hier dingen aan het leren zijn. Is het terecht als ik het ervaar als een toch wat wereldvreemde brief, of heb ik dan het Vaticaan niet helemaal begrepen? Het is een ambtelijke brief en die zijn altijd wereldvreemd. Per definitie? Per definitie. Oké, maar hoe schat jij het nou in op de schaal van toch gevoel hebben voor hoe de samenleving hier tegenaan kijkt op dit moment? Nou, ik denk deze brief is niet gericht aan de samenleving. Dus de samenleving zal er ook niks aan hebben. Nee, dit is gericht aan hoge officials in de kerk en die hebben er wel wat aan. Ja, maar de samenleving leest hem wel. Is het Vaticaan zich daarvan bewust? Ja, die is van bewust dat je in deze tijden met internet niets geheim kan houden. Dus ze hebben ook al een hele tijd geleden besloten dat alles wat het Vaticaan uitdoet naar bisschoppen, alles op internet in meerdere talen, want je houdt het toch niet buiten de publiciteit. En bovendien heb je dan een soort aura om je heen, alsof je het geheim wil houden. En dan heb je natuurlijk helemaal... Dus die openheid is wel degelijk nieuw. Dat is nieuw. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Dominique van der Heijden, je bent...